snelste vluchter van de dag. Hij is na 30 kilometer uit het peloton ontsnapt en neemt tot 11 minuten voorsprong. Maar na een solo van 120 kilometer wordt hij ingehaald en achtergelaten door een viertal. Op kop de Italiaan Franco Ballerini, vorig jaar winnaar van Parijs-Brussel, dan de Nederlander Nico Verhoeven en de Belgen Peter Farazijn en Benjamin van Itterbeek. De vier krijgen even later het gezelschap van Marc Sergeant, die op zijn eentje vanuit het peloton naar de kopgroep rijdt. Sergeant krijgt nog een lekke band, maar hij kan terugkeren in de kopgroep. Ballerini doet het meeste werk bij de leiders. De Italiaan voelt zich goed op de Vlaamse bergjes en kasseien. Op de laatste drie hellingen zijn er premies van 50.000 frank. Hier op de Kluisberg komt Verhoeven als eerste boven, net zoals op de oude Quaremont. Op die Kluisberg komt er ook reactie uit het peloton. Criquelion, Plankaert, Vermoten en wereldkampioen Rudy Danes ontsnappen. Het is de eerste keer dat we Danes voorin zien dit jaar. De vier worden weer gepakt door het peloton en ook de kopgroep, die nooit meer dan 1 minuut voorsprong heeft, wordt ingelopen op 10 kilometer van de aankomst. Het einde van Ballerini, Sergeant, Vermoten, Van Itterbeek en Farazijn. De groep van meer dan 70 renners blijft dan samen tot de laatste kilometer. En dan gaat één man heel hard weg. Het is de Australiër Phil Anderson. Anderson, hij won al 5 wedstrijden dit seizoen. Maar Anderson blijft niet alleen. Daar komt nog iemand. Het is de Duitser Olaf Ludwig, die op een indrukwekkende manier naar Anderson toerijdt. Olaf Ludwig, de groene trui uit de Ronde van Frankrijk van vorig jaar. Ludwig en Anderson sprinten voor de overwinning. Het wordt een makkie voor Olaf Ludwig. Olaf Ludwig, heel mooi eerste. Phil Anderson tweede. Achter hen wordt fel gespurt. Uwe Raap wordt derde. Erik van der Aarde vierde. En Hendrik Redant vijfde. We kijken nog eens naar die spurt en dan zien we hoe Van der Aarde Redant probeert weg te duwen. Dat mag niet en Van der Aarde wordt gedisqualificeerd wegens onregelmatig spurten. En zo krijgen we deze eerste 10. Olaf Ludwig wint, Phil Anderson is tweede, de Duitser Uwe Raap op 1 seconde derde, Hendrik Redant vierde, Woest uit Duitsland is vijfde, Stumpf, nog een Duitser, zesde, Eddy Plankaert is zevende, Cipollini uit Italië 8e, de Nederlander Eddy Schuurer is 9e en Wilfried Nelissen 10e.